In de opera Il Viaggio a Reims komen schilderijen tot leven. Het speelt zich af in een museum. Dit kostuum komt uit het schilderij De Kroning van Charles X. Dat wordt uitgebeeld met echte personen. Dus het koor zal erin zitten en solisten. En die dragen dus allemaal kostuums zoals het schilderij. Dit is een kostuum waar ik eerst de stof van heb geverfd. Dan zijn er kostuums van gemaakt. Alleen de ontwerpster Carla Teti vond dat dit te veel blonk. Dus zwak ik dat allemaal een beetje af met de airbrush. Het mag dus allemaal ook wat stoffiger en echter. Dit doek is een deel van de achterwand van het schilderij van de kroning van Karel X. Dit is linksachter een stuk van de kathedraal. Dit wordt een heel donker doek en het moet een diepte suggereren. Het moet ver weg zijn. Het is in een donkere uithoek van de kerk, waardoor juist de voorgrond meer naar voren gaat komen. Het mooie van mijn werk vind ik op die enorme formaten werken. En als je het doek ophangt, het alles samenvloeit tot een mooi beeld. Dan zie je eigenlijk pas wat je gedaan hebt. Op dit moment werk ik aan de kroon voor Karel X. We krijgen dit schilderij wat tot leven moet komen. In het geval nu van de kroon, het is op dit schilderij nogal onduidelijk hoe het er werkelijk uitziet. Dus dan gaan we op zoek naar ander beeldmateriaal. En het enige wat we eigenlijk konden vinden was een schilderij waar het beter op staat. Maar het blijft een schilderij, we konden geen fotomateriaal vinden. De enige foto die we hebben is van een gipsen afdruk van de kroon. En daarin kan ik gewoon veel meer aflezen. Dan kan je veel meer de stenen zien en de ornamenten. Ik denk dat het belangrijk is dat er zo nauwkeurig te werk gaat, omdat ook al zie je misschien niet elk klein detail, het geeft toch een veel rijker gevoel.